Kijk eens wat chillen daar. Met zijn kopje zit hij schuin. Wat ben je aan het doen, Ben? Ben, wat doe je? Ja, er is best wel veel gebeurd bij de Lego-kamer. Of in de Lego-kamer. Namelijk dat de kast is opgeruimd. Er lag eerst nog allemaal shit in. Qua spellen en gewoon oude shit. Dat is allemaal uitgezocht. Er is nu ook bekendgemaakt dat er een nieuw nummertje van Kygo komt. Dus dat vind ik wel episch. Daar ben ik best wel blij mee. Een hele goede morgen iedereen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Mijn naam is natuurlijk Jochem en vandaag is er weer een nieuwe vlog. Ik heb zoals altijd weer enorm veel zin in. Ik ben net terug van school, dus ja, ik begin hier gewoon lekker de vlog, want weet je waarom niet? Ja, ik heb er dus zoals altijd weer enorm veel zin in. Jullie raden het al, de vogels zijn er weer uit. Of nou ja, ze zijn eruit geweest. Ja, ze zijn er nu nog wel uit, maar ze zijn nu... heel erg moe. Laat ik de camera even oppakken. Hey, welkom weer in mijn hand. Yes, episch. De vogels die zijn er eventjes uit geweest. Ze zijn nu momenteel daar eventjes lekker aan het chillen. Benny is heel erg moe. En Hedwig is gewoon nog lekker aan het praten. Dus dat is nice. Ze zitten daar gewoon lekker buiten de guy te chillen dus. Dus ja, dat is wel leuk. Dus ja, die zijn natuurlijk zoals altijd weer lekker bezig. Het is echt weer lekker weer om buiten. Wauw. Nou, tenminste, het lijkt lekker weer. Het zonnetje schijnt echt heerlijk. Alleen, als je dan helemaal naar buiten gaat. Ik ben vandaag ook buiten geweest. Nou, het is toch best wel koud. Dus het moet gewoon nog echt eventjes warm worden. Maar we zitten ook nog lang niet in de zomer. Volgens mij duurt dat echt nog 2-3 maanden. Dus ja, daar moeten we helaas nog even op wachten. Ik heb er zoveel zin in de zomer. En Ben zit me echt weer aan te kijken van gast. Wat de fuck ben je aan het doen, jongen? Oké, Ben die dacht nu dat ik tegen hem schreeuwde, maar... wat de fuck doet hij? Kijk eens wat chillen daar. Met zijn kopje zit hij schuin. Wat ben je aan het doen, Ben? Ben, wat doe je? Ja, ik weet niet. Ja, ik zit dus ook zoals altijd weer lekker beneden te chillen. Ik weet niet of ik veel ga doen deze vlog, want ik moet nog heel veel doen voor mijn stage. Qua stageverslag en dat soort dingetjes en opdrachten inleveren. Dus dat ga ik sowieso vandaag even doen. Ik ga zo meteen de kooi even gewoon weer dicht doen. Want ze zitten nu toch op dat klapding, zeg maar, dat deurtje. Dus als ik die dan dichtklap, dan gaan ze gewoon mee. Dus dat is wel grappig. En dan ga ik zo meteen lekker naar boven, want ik moet nog heel veel shit doen. Boah, het zonnetje schijnt hoor. Ja, lekker. Alleen, ja, net regende het ook. Net sneeuwde het trouwens. Hè. Wat? Waarom? Waarom schijnt de zon en dan sneeuwt het weer en dan regent het weer en dan schijnt de zon weer en dan is de zon weer weg? Ik weet het niet. Het is gewoon helemaal geflipt hier zo. Wij hebben ook daar zo achter natuurlijk zo'n balkonnetje daarboven. Waar ik ook een keertje een stream heb gedaan. Ik heb echt zin om daar weer in de zomer te gaan zitten. En misschien te streamen of zo buiten. Lijkt me wel sick. Moet het in ieder geval wel eerst even beter weer worden. Want het is nog pittig koud. Maar ik heb daar zoveel zin in. Ik heb zoveel zin in de zomer. Niet normaal. Ik ben momenteel even op de Lego kamer. Want er is best wel weer veel gebeurd op de Lego kamer. En omdat ik natuurlijk geen Lego updates meer maak op mijn Lego kanaal. Laat ik het maar lekker op dit kanaal natuurlijk zien. Ja, er is best wel veel gebeurd bij de Lego kamer. Of in de Lego kamer. Namelijk dat de kast is opgeruimd. Er lag eerst nog allemaal shit in. Qua spellen en gewoon oude shit. Dat is allemaal uitgezocht. Eerst hadden we alleen hier zo'n Lego staan. Maar nu hebben we hier ook allemaal Lego staan. En daarachter staat ook nog meer Lego. Misschien kan ik het beter gewoon zo laten zien. Eerst hadden we hier alleen maar Lego staan. En er stond daar nog allemaal shit. En daar zo'n shit. Maar nu is dit dus helemaal opgeruimd. En hier staat dus nu allemaal Lego. En daarachter staan nog allemaal dozen met Lego en dat soort shit. En hetzelfde geldt eigenlijk voor hier. Hier staat nu ook alleen nog maar Lego. Ik zie wel dat er nog een spel tussen zit. Maar voor de rest is dit allemaal, ja, Lego dozen. Even kijken, daar zit een Lego doos in. Bubbeltjes plastic voor onder Lego. Daar zit Bionicle in. Daar nog Bionicle, wat mappies. Volgens mij zit hier ook nog wel wat shit in. Er zit ook nog Lego in. Dus dat is wel episch. Dat betekent dat daar dus nu Lego in zit. Daar zit Lego en daar zit Lego. En ja, alleen hier ligt dus nog allemaal shit. Maar voor de rest is de kast dus best wel goed opgeruimd. Dus dat is wel episch. Dat betekent dat het hieronder nu ook veel meer opgeruimd is. Wat ook wel nice is. We hebben ook wat nieuwe Lego setjes. Dit is nog een winter setje. Of een kerst setje eigenlijk. En deze wil ik binnenkort even op stream gaan bouwen. Wat wel episch is. Dus dat is wel... kijk, hij ziet er eigenlijk een beetje hetzelfde uit als deze. De doos.
Ja, hij is van 2020, dus hij hoort er volgens mij wel bij. Dus dat is wel vet, die wil ik binnenkort nog op stream bouwen. Dan halen we deze boot eventjes weg. Dan hebben we hier nog dit van de samenwerking van Lego en IKEA. Dit is zo'n kamertje wat best wel episch is. Wij hadden hier zo al zo'n setje en we hebben er nog één. En ik ga hier binnenkort een Lego video van maken voor op mijn Lego kanaal, wat best wel vet is. Dus ja, dat is natuurlijk die shit en dat is dan van IKEA en Lego. Wat nu nieuw is, wat best wel episch is. Dan is dit nog een poster die eerst op mijn kamer lag. Dan heb ik nog blokjes besteld. Want dit was al heel lang een idee van mij. En mij lijkt het namelijk wel vet om op de Lego kamer twee vogels te hebben, van Lego gemaakt. En dat zijn dan dus Ben en Hedwig. En nu heb ik dus laatst... Was dat? Ik weet het niet meer. Volgens mij niet. Dat ik gedaan toen ik corona had. Of niet? Ik had het in ieder geval een keertje uitgezocht toen ik heel veel tijd had. Want we hebben namelijk een Lego boek hier zo. Waar allemaal instructies in staan van vogels. Hoe je vogels van Lego maakt. En ik heb dus op internet heel veel blokjes besteld. De goede blokjes. En ik ben nu eigenlijk bezig om Ben dus te maken van Lego. Ik heb dus groene blokjes besteld. Gele blokjes. Zwarte blokjes. En dat is dus best wel vet. En dan wil ik een keertje een video maken voor op mijn Lego kanaal. Waarin ik dus Ben maak van Lego. Wat best wel episch is. Het is best wel vet. Ik heb nog niet alles besteld. Ik denk dat ik nu 2/3 besteld heb. Er zijn nog wat moeilijke blokjes die ik nog moet bestellen. Maar dat ga ik nog kijken. Maar er is in ieder geval wel wat besteld wat best wel episch is. Kijk, hier hadden we dus wat blokjes. Ik zal proberen niet mijn adres te laten zien. Kijken. Ja, hier wat blokjes. Wat best wel episch is. En dan hier zo zitten ook nog wat blokjes in. Kijk, best wel episch. Dus dat is wel kijk. Daar komt binnenkort nog een video van op mijn Lego kanaal. En ja, als ik Ben natuurlijk van Lego gemaakt heb, ga ik natuurlijk ook uiteraard door met Hedwig. Hedwig gaat denk ik wel wat makkelijker worden. Aangezien groen is niet echt een chille kleur om van Lego heel veel verschillende blokjes van te hebben. En wit wel. Alleen Hedwig heeft natuurlijk ook weer lichtblauw. En dat is ook weer een mindere kleur om veel blokjes van te hebben. En dat is wat moeilijker. Net zoals groen. Dus ja, ik moet nog maar even kijken. Maar dat is dus een soort van projectje waar ik mee bezig ben van Lego. Wat wel episch is. Dan hebben we hier nog een nieuw dichtsetje. Dit is een Lego spel. Die worden nu niet meer gemaakt. Dit maakte Lego vroeger heel vaak van die Lego spellen. Deze hadden we wel al. Deze hebben we nu 2 keer. Alleen deze is nieuw in doos. Wat wel vet is. En hij was maar 5 euro. Dus die hebben we gewoon lekker meegenomen. Wat wel episch is. Ik dacht dat wij ook nog nieuwe polybags hadden. Maar ik heb geen idee waar die heen gegaan zijn. Ik keek net in de bak met polybags. En ik zag ze niet. Dus ik heb geen idee waar die heen gegaan zijn. Ik heb ze trouwens gevonden. Dit zijn ze. Dit is eentje van Ninjago dus. Ninjago Legacy. Het is een soort van auto. Dus dat is wel vet. Dat is die. En nog eentje van Hidden Side. En dit is een soort van kanon waar een poppetje in kan. En dan wordt hij weggeschoten. Dus dat is wel vet. Dat zijn weer 2 nieuwe polybags. Voor bij de dichte polybag collectie. Die al redelijk vol begint te raken. Dus dat is wel vet. Dat is natuurlijk die la daar zo. En dat zijn dus wat nieuwe dingetjes in de Lego kamer. En het begint nu steeds weer beter te worden. We hebben weer meer Lego. De kast is nu opgeruimd. Dus dat is wel kek. Eigenlijk wil ik nog even kijken of ik misschien die dozen, die grote dozen in de kast kan krijgen. Dat ik het nog een beetje kan beter opruimen of zo. I don't know. En misschien nog die mappen of zo. Ik weet niet. Ik ga nog maar even kijken. Ik ga dat nu in ieder geval niet doen. Want ik moet nog veel doen voor mijn stage. Dus dat ga ik nu doen. Dus ja, ik ga maar weer eventjes lekker in mijn stoel zitten. Misschien dat ik wel eventjes een plaat op de platenspeler gooien. Dat is toch eventjes lekker chill, weet je. En dan ga ik gewoon lekker werken aan mijn stage dingetjes. Dus dat ga ik nu even lekker doen. Ik heb weer wat progressie gemaakt aan mijn verslag. Dus dat is wel goed. Ondertussen is het wel alweer een tijdje later. Vanaf ga ik natuurlijk zoals altijd weer streamen. Dus dat is episch. Ik moet wel zeggen dat ik die nieuwe juice maak. Ik vind hem zo lekker. Dit helpt mij gewoon echt tijdens gewoon het leren. Ja, ik vind het best wel chill. Dus dat is wel episch. Hier geniet ik enorm erg van. Ik heb er ook lekker zo'n boek. Ja, oké.
ook iets. Maar daar ben ik voor vandaag in ieder geval mee klaar, dus dat is wel kek. Zoals jullie dus weten heb ik hier dus een album van Eminem op vinyl, wat dus best wel kek is. Alleen ik heb echt geen idee waar ik deze wil neerleggen, want, of neerzetten ofzo. Ik heb echt geen idee, die van Kairo staat daar, maar ik weet niet waar ik deze moet doen. Om nou iemand daarboven te zetten vind ik ook best wel hoog. Ik weet niet, dus ik kwam eigenlijk met een soort van ideetje. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik hier heb bij mijn achtergrond. En dat is net zoals hier zo, bij dit Star Wars dingetje. Als ik het nou op twee spijkers zet, net zoals hier. De muur. Dan kun je het volgens mij best wel vet neerzetten, want dan zie je dus gewoon dit. Dan zie je gewoon de artwork. Je kan hem gewoon heel makkelijk pakken. Dus dat vond ik in principe wel een goed idee. Alleen, ik weet dus niet. Dan zou ik deze eigenlijk bijvoorbeeld gewoon hier zou willen doen, gewoon hieronder. En dan zou ik bijvoorbeeld, als ik er uiteindelijk nog twee heb of zo, zou ik er nog twee naast kunnen doen. Ik weet alleen niet als ik ze erop zet of dan de onderkant beschadigt. Dat zou ik best wel zonde vinden. Dus daar ga ik eigenlijk nog wel even voor kijken. Want ja, je kan natuurlijk ook je vinyls, kun je natuurlijk ook zo naast elkaar neerzetten, gewoon in je kast. Maar dat vind ik heel zonde. Ik vind de artwork vind ik zo mooi. En zo, ik wil het eigenlijk gewoon, ja, net zoals die gewoon zo mooi neerzet. Dat je er gewoon naar kan kijken, zeg maar. Dus daar ga ik nog even voor checken. En ja, ik heb natuurlijk ook nog deze CD, wat best wel kek is. Ik wil deze eigenlijk ook op LP, dit album. Natuurlijk zijn nieuwste album van Eminem. Natuurlijk Music To Be Murdered By Side B. Alleen die komt pas over 2 maanden uit of zo. En hij is ook echt 50 euro volgens mij, 40 euro. Dat hele album, want er zitten zeg maar 4... platen in. Dus dan is hij natuurlijk 2 keer zo duur. Zou ik wel vet vinden, maar ik moet nog even kijken hoe ik dat ga doen. Of ik dat ga doen überhaupt. Dan ga ik nog even zo kijken. Ik zou het wel vet vinden in ieder geval. Maar ja, dit ziet er in ieder geval ook gewoon, ja, kijk uit. Als ik dit dan bijvoorbeeld met zo'n album kan doen, dan is dat ook best wel vet. Ik ga nu in ieder geval eventjes Streamlabs openen, want ik ga zo meteen lekker streamen. Wat wel kek is, even kijken, ja. Natuurlijk, ik start hem altijd op als administrator, omdat dat dan altijd beter werkt. Dan heeft hij minder lag, dus dat is wel kek. Oh ja, trouwens, er is nu ook bekendgemaakt dat er een nieuw nummertje van Kygo komt. Dus dat vind ik wel episch, daar ben ik best wel blij mee. Het is nu ongeveer alweer 7 maanden geleden of zo dat Kygo voor het laatste nummertje uitgebracht heeft. Er was toen het nummertje Hot Stuff. Tussendoor hadden we nog wel de To Die For Acoustic Rework. Maar die was niet per se van Kygo. Die was van Saint Lundy. Maar wel met Kygo. Maar ja, nu komt er dus een nieuw nummertje van Kygo uit. Aankomende vrijdag. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Er komt natuurlijk ook meteen weer een reactievideo. Wat wel episch is. Ja, ik hoop gewoon dat dit jaar gewoon weer lekkere nummertjes uitkomen. Ik weet niet of het beter is dan vorig jaar. Vorig jaar, het album, ik weet niet of hij dat kan verbreken. Maar ik hoop in ieder geval wel dat er weer lekkere nummertjes uitkomen dit jaar. Daar ben ik dus heel erg benieuwd naar. Ja, ik heb daar echt zin in. Ik heb daar echt enorm veel zin in. Ik ga nu in ieder geval even alles klaarzetten voor de stream. En dan ga ik lekker streamen. Ik moet zeggen dat ik deze lampjes nog steeds echt, ja, ziek vind. Ik vind het nog steeds echt episch dat steeds de kleurtjes veranderen tijdens de stream op de achtergrond. Ja. Ja, kijk, kijk de ledstrips. Ja, ik ben weer klaar met streamen. Ja, de ledstrips. Ik vind het nog steeds echt episch. Ik vind het nog steeds episch dat steeds die kleurtjes veranderen. Het blijft gewoon een leuk detail zijn op de achtergrond die steeds verandert. En dat vind ik natuurlijk best wel episch. Het streamen ging zoals altijd weer goed. Het was weer episch. Ik heb heel erg genoten, zoals altijd. Ja, check het gewoon weer even. Linkje staat natuurlijk in de beschrijving. Ik ben ook wel wat langer doorgegaan. Wat, ja, soms ook kan, maar niet altijd heel handig is. Omdat ik het gewoon best wel leuk vind. Ja, dan wil je er natuurlijk gewoon langer mee doorgaan. Dus ik ga gewoon lekker snel hier de vlog afsluiten. Want dan heb ik ook nog even tijd om hem te bewerken. Ik ben trouwens ook klaar met de reactievideo's op het album van Tim. Of ja, het album van Avicii, wat Tim heet. Het is ook eigenlijk van Tim natuurlijk. Dus dat was ook alweer vet. Daar ben ik nu dus ook helemaal klaar mee. En ik moet maar even kijken waar ik nu weer reactievideo's op ga maken. Natuurlijk eerst dat nummertje van Kygo nog. En daarna moet ik maar even kijken. Misschien dat ik weer een album van iemand pak of zo. We gaan het zien, weet je. Ik hoop dat jullie deze vlog weer leuk vonden. Dan kunnen jullie hem natuurlijk belonen met een lekker blauw ruimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan hoop ik jou natuurlijk volgende week weer bij een nieuwe vlog.
hier op dit kanaal te zien. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Later, mensen.